Een weekendje Amsterdam. Ook vandaag stroomt de stad weer vol. En de meeste gasten komen natuurlijk niet alleen voor de wallen en de wiet. Anderen gaan, nog maar net geland, wel direct op hun doel af. I just got off the plane probably an hour ago. First time here. Why you come to Amsterdam? For a smoke. Yeah. Just for a smoke? Just for a smoke, yeah. Met de wietpas kunnen zij hier geen wiet en hars meer krijgen. Alleen nog vaste klanten die hier wonen. Als maatregel tegen drugsoverlast, zoals in de grensstreek. In Maastricht begint een proef. Eindhoven denkt erover. Amsterdam ziet er niets in. Als die nu niet meer mogen kopen als gevolg van het pasjesysteem, dan zal de handel zich naar de straat verplaatsen. En dan zetten we de klok gewoon 30 jaar terug. Dan krijgen we weer dezelfde overlast, straathandel en daarmee verbonden criminaliteit. En verliezen we ook nog andere voordelen, zoals dat er in de coffeeshop wel degelijk ook op de kwaliteit gelet wordt en de leeftijd enzovoort. Ik ga het overal in het land, dus ook in Amsterdam, gaan we dit op deze manier inzetten. En andere steden ook, en wat dat betreft geen uitzondering voor Amsterdam. Overal dus, en streng controleren, zegt Opstelten. Maar dat is volgens de shops nou net het probleem. Wie gaat dat pasje uitgeven? De overheid? Dat zie ik niet gebeuren. Dat zou betekenen dat de burger een pasje gaat halen om vervolgens een illegale handeling in een gedoogde verkoopruimte. Dat zie ik niet gebeuren. Maar ook de handhaving wordt moeilijk, want iedereen mag hier natuurlijk binnenkomen voor een kopje koffie. Nou, wouldn't be good for us, would it? We wouldn't be happy. In California, they're trying to make it legal now as well, so we'd have to go to California instead. Guess I'd have to move to Amsterdam then. Heel veel komen juist voor die shops. Ja, oké, nou dat kan dan niet meer. Dan gaan ze gewoon andere dingen doen. Dus genoeg te doen in Amsterdam en anders moeten ze gewoon even naar een andere stad of andere steden. En ik kan ze zo een advies daarover geven. De oud-burgemeester van Rotterdam als gids. Daar wil Amsterdam nog even niet aan denken.